Ja, automobilisten uit Rijssen en uit Wierden, die hebben het vast wel gemerkt. De N350 tussen Rijssen en Wierden zit dicht, want er wordt hard gewerkt. Toch, Sander Buijzen, u bent omgevingsmanager bij de provincie Overijssel. Jullie zijn altijd aan de slag, hè? Ja, zeker. De N350 tussen Rijssen en Wierden zijn we bezig met groot onderhoud. Dat houdt eigenlijk in dat we een laag asfalt eraf halen. Er wordt een nieuwe laag opgelegd en de beleiding wordt weer opnieuw aangebracht. Dus eigenlijk hetzelfde als dat jij een huis hebt, die ga je één keer in de zoveel tijd schuren en verven. Nou, dat moet met een weg ook. Jullie pakken gelijk alles aan dus. Dat betekent natuurlijk ook wat voor het verkeer, wat er door moet, fietsen, et cetera. Wat merken zij ervan? Zoals ik net al zei, het doorgaande verkeer is van de hoofdrijbaan af. We hebben er expliciet voor gekozen om de werkzaamheden in de zomervakantie uit te voeren, zodat we minder fietsers op de parallelweg hebben, minder schoolgaande fietsers en wat minder woon-werkverkeer. Fietsers blijven nog wel op de parallelweg en dat brengt een hoop extra bewegingen met zich mee, want de werklui, de werkmensen zijn hier ook gewoon nog aan het werk. Zoals u zei, jullie zijn hier hard aan het werk. Er wordt 2 weken gewerkt. De eerste week is bijna voorbij. En dan gaan jullie ook een volgende fase in, toch? Ja, klopt. De eerste fase die is nu voorbij. Of tenminste, die is bijna voorbij. We zijn begonnen bij het ecoduct. Tot en met ongeveer de rotonde van de Enterweg. En vanaf maandag beginnen we met de tweede fase. En dat is vanaf de rotonde bij de Enterweg tot en met aan de bebouwde kom in Wierden. Dan is de rotonde bij de Enterweg, die gaat dan ook dicht. Die nu wel open is, die gaat dan ook dicht. Dat is goed om te weten voor de mensen. Dan werken we door tot en met aan de bebouwde kom. Daar heb je ook de op- en afritten van de A35. Die gaan wij in de nachtwerkzaamheden doen en in de weekendwerkzaamheden. Dus de eerste 2 dagen van volgende week werken we van maandag op dinsdag en van dinsdag op woensdag aan de zuidelijke op- en afritten. En dan het laatste weekend van de werkzaamheden, de eerste weekend van augustus, werken we in 1 stuk door om de op- en afrit aan de noordzijde van de A35 af te ronden. Om zo dus ook de verkeershinder zo min mogelijk te maken voor iedereen.